leven in nieuwe tijden. Tijden waarin social media niet meer weg te denken is in deze maatschappij. Meester, hoe laat komt dat nieuwe meisje eigenlijk? Ja, op dag 1 al te laat. Ik vind dat ze straf verdient. Ja, rustig maar. Misschien heeft ze wel een goede reden. Meester, wat is het eigenlijk voor een meisje? Nou, gewoon een meisje. Misschien wil je wel weten of ze knap is. Kan die met haar daten? Oeh, je vindt haar leuk, hè? Je hebt haar nog niet eens gezien. Oelala. Ach, hou je mond, je vindt haar zelf leuk. Nee, jij vindt haar leuk. Jij bent verliefd. Haha, wat zijn we nou weer lollig. Hey, kom op, wie heeft die deur op slot gedaan? Mevrouw Jones, heb jij dat weer gedaan? Ja, maar meester, dit is toch gewoon te grappig? Jij gaat nu die deur openmaken en ik wil mijn sleutels terug. Ja, je kan binnen. Wat is dat? Draagt zij een hoofddoek? Hi. Dat hebben ze hier nog nooit gezien. Hey Isma, je bent er, meid. Kom maar verder. Isma heeft het gevoel dat ze door iedereen bekeken wordt. Ze vinden het toch wel spannend. God, wat is dit nou weer? Stel je eens even voor aan de klas. Hi, ik ben Isma en ik kom uit Turkije. En, heb je ook hobby's? Ik vind paardrijden leuk. En, heb je ook een vriendje? Want dat wil hij graag weten. Hé, hey, doe niet zo stom. Ik weet niet hoor. De klas heeft veel vragen. Wat is je favoriete eten? Wat is je favoriete vakantieland? Hebben jullie huisdieren? En wat is je favoriete kleur? En wat is je favoriete drinken? Heb je ook broertjes of zusjes? Isma vindt die vraag wel leuk. Tot opeens. En waarom draag je eigenlijk een hoofddoekje? Nou, dat hoort bij mijn geloof. En wat zit er onder dat doekje? Heb je ook mooi haar? Nou, ik weet niet of... Mag ik ook eens kijken onder het hoofddoekje? Ja, wat verbaas je eigenlijk? Ja, ik denk dat we beter kunnen stoppen met vragen. Oh, gelukkig pauze. Yeah, pauze! De meester stelt Isma gerust dat ze het niet zo bedoelen. De ouders maken zich wel zorgen en willen met de meester praten. De meester zegt dat ze geen zorgen moeten maken. Of alien. Maar een paar kinderen zijn heel gemeen. Hey, wat zou er onder dat hoofddoekje zitten? Ik denk dat ze kaal is. Ja, dat kan best, want de vader is ook kaal. Hé, hey, misschien heeft ze wel een alienhoofd. Kijk, ja. Wat heb je nog meer gemaakt? Ja, echt een poephoofd. Dat is echt leuk op school. Een meisje. Stop. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie hebben het toch niet over Isma, hè? Nee, we hadden het over iets anders. Jullie laten haar met rust, hè? Ja, maak je nou maar geen zorgen. En we houden jullie in de gaten, hè? Oké. Hé, daar komt ze. Hé, kom eens. Ik heb een idee. Wat? Hey Isma. Wat is dat? Zou jij het leuk vinden om met ons samen naar de speeltuin te gaan? Ja, supergezellig. Misschien, ik weet niet of dat mag. Oh, dan leer je ons wat beter kennen. Wij zijn superleuk. En dan kunnen we jou wat beter leren kennen. Ik heb eigenlijk les in de moskee. Ach, kom gewoon gezellig met ons mee, joh. Isma heeft eigenlijk helemaal geen zin om mee te gaan. Weet je wat? Jij gaat in de schoppel zitten, dan gaan wij jou lekker duwen. Maar ik weet niet of ik dat wil. Ach, doe gewoon gezellig mee. Je wilt er toch bij horen? Ik moet eigenlijk naar de moskee nu. Je hoeft helemaal niet naar de moskee. Nee, je blijft hier bij ons. We hebben namelijk wat vragen aan jou. Maar ik denk toch dat ik maar ga. Oké, pak haar. Nee, nou! Naar mijn vrouw! Nee! Laat me wat trust! Laat me los! Nee, we laten jou niet gaan. We gaan zien wat onder dat hoofddoekje zit. Dus, stil blijven staan. Nee, stop! Help! Nee, stop! Stop! Kijk maar, we hebben hem. Die krijgen we morgen wel weer terug. Het filmpje wat ze hebben gemaakt wordt meteen geüpload. Met één druk op de knop staat het online. Nee, stop! Ja. Discriminatie. En het wordt ook nog heel vaak gedeeld. Het filmpje is een hit op het internet. En iedereen heeft er een eigen mening over. Dat kan toch niet? Dat is spotten met geloof. Dat kan echt niet. En wat er op het internet staat, gaat er echt niet meer vanaf. Wat is het nou? Dit kan toch niet? Ik ga er meteen iets op sturen.
ze stellen zich vooraan omdat ze gediscrimineerd worden. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het journaal van 8 uur. De krant, de tv, het hele internet spreekt ervan. Hoe durven jullie? De situatie is helemaal uit de hand gelopen. Dit hadden de pestkoppen niet verwacht. Ja, maar ik kan het uitleggen. Je hoeft niks uit te leggen, je hebt al genoeg gedaan. Het was wel een grapje hoor. Een grapje? De hele wereld praat erover! Jullie hebben gedaan is strafbaar. Ja, maar we bedoelden het helemaal niet zo. Ja, maar we wisten niet dat het zo uit de hand zou lopen. Ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben, want ik kan echt niet. Sorry. Weet je, ik vind het helemaal niet erg dat jullie dit gedaan hebben. Niet erg? Nee, wat ik erg vind, zijn al die mensen op het internet. Dit zette de klas aan het denken. Want ja, alles wat op internet komt, gaat zijn eigen leven leiden. Isma heeft nagedacht en neemt opeens een dapper besluit. Hoi, ik ben Isma en ik wil jullie iets zeggen. Een paar kinderen uit mijn klas hebben een filmpje van mij online gezet. Dit deden ze omdat ze wilden weten wat er onder dit doekje zat. Ik vind het niet leuk dat ze dit gedaan hebben, maar ik vergeef het ze. Waar ik meer moeite mee heb, dat zijn jullie, de mensen op het internet. Waarom zijn jullie natuurlijk altijd zo negatief? Wat maakt het nou uit of iemand een hoofddoekje draagt of niet? Waarom is geloof nou zo'n discussiepunt? Laat iedereen toch in zijn waarde. Al die haten op het internet, dat geloof je toch niet? Misschien wil ze wel weten of ze knap is, zodat... Misschien wilt hij wel weten of ze knap is, zodat hij met een... Oeh, je vindt haar al leuk, man. Ja. Oelala. Je vindt haar al leuk, hè? Dat was nu een zin eigenlijk. Ach, hou je mondje, vind je... Ja. Yeah. Ach, hou je mond, je vindt haar zelf leuk. Ach, hou je mond, je vindt haar zelf leuk. Ach, hou je mond, je vindt haar zelf leuk. Nee, maar ja, timing. Ik ga helemaal stuk daar op de gang. Nou ja, oké. Oké, gaat ie. 3, 2, 1. Wat moet ik doen? 3, 2, wacht, zie je mijn haren? Ja. Zo? Ja, is veel beter. Leuk, dankjewel voor de blooper. Ging nou een lamp aan en uit door jou? Ja. 2, 1. Hoe jij kijkt. En je kijkt zo. Oké, is niet erg. Doe het nog een keer. Even. Moeilijk. Ja. 3, 2, 1. En ja, en je loopt maar zo. Gaat het überhaupt lukken? Ja. Oké, en als het niet lukt, dan moeten we iets anders verzinnen. Mag ik even lachen? Ja, jij mag even lachen. Dat doet ze altijd en daarna is ze in één keer zin. Even alles eruit lachen, oké. Okay. Nou, niet altijd. Nee, maar. Zijn we klaar? Kunnen we weer verder met de opnames? Oké, okay, te gek. Oké, een paar seconden. Oké. Een paar seconden, kom. Okay. Moet je nou weer steeds lachen? Ja. Vind je het helemaal leuk op school? Is dat een blooper of? Ja. Oké. Jullie waren de vorige keer ook al de sfeer aan het verpesten. Nou lach je op het einde. Wacht. Och, die wc. Wc! Oké. Ach, die moskee kan wel een keertje wachten. Kom maar met ons mee. Ik weet dat de wc. Ja, weet ik. 2. 1. Mag het daar ietsje stiller? Drie, twee. Ja. Wow, oh, mag ik al? Ja.